Hallo allemaal, een hele goede avond. Hier ben ik dan. Welkom bij deze live tutorial voor 100%. Ja, dat is wel een beetje spannend, vind ik, want ik heb dat nog nooit gedaan. Wel om zo live te gaan, maar nog nooit zo om te laten zien hoe dat ik mijn make-up opbreng. Ik ben Sascha Roos en ik zing heel regelmatig. Voor de moment niet, helaas. Je weet waarschijnlijk wel waarom. Ik zit werkloos thuis. Dus des te meer tijd over, zeker op deze zaterdagavond, om iets leuks te doen en om met jullie contact te maken. En om eens de producten uit te proberen van 100%. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik die nog niet kende. Wel van naam. Schande, ik weet het. Maar ik had ze nog niet uitgeprobeerd. En sinds kort heb ik dat leren kennen. En ik was zo ongelooflijk aangenaam verrast. Niet alleen omdat het allemaal puur natuur is. Want daar ben ik een enorme voorstander voor. Maar ook omdat het zo'n fijne producten zijn. Maar echt, dat dekt allemaal fantastisch goed. Je hebt er maar zo weinig van nodig. Dat ging dus de eerste keer goed mis, want ik smeerde mij helemaal onder. Maar aldoende leert men. Maar het voordeel daarvan is dat je er keilang mee doet. Dus ja, ik vind echt super producten. En ik ga dan ook echt mijn best doen om nu vanavond te laten zien hoe dat ik mij normaal gesproken opmaak als ik moet gaan optreden. Of als ik naar iets speciaals toe ga, zoals vanavond was normaal gesproken het Schlager Festival bezig in Hasselt. Mijn ventje moest daar optreden met de Romeo's en ik was graag komen kijken, maar we zitten thuis. Wel, dan wil ik ook nog wel eens zo'n make-upje dragen voor zoiets speciaals. Dus ja, ik zal er maar meteen in vliegen zeker. Hè? Niet te veel babbelen, maar vooral veel doen. Als jullie vragen hebben, stel ze vooral. Ik ga ze proberen te beantwoorden, maar weet, ik ben geen visagiste. Ik doe alles een beetje uit ervaring. Ik sta al vanaf mijn 18e op de planken. Eigenlijk al vanaf mijn 8e. Maar bon, vanaf mijn 18e ben ik echt in het diepe gegooid om mezelf te leren opmaken. Er waren niet altijd bij theatershows waar ik dan werkte genoeg financiën aanwezig om een visagist te voorzien. Dus ik heb dat dan zelf moeten doen. En aldoende leert men. Nu doe ik het eigenlijk ook altijd zelf, alleen als er een fotoshoot is of iets speciaals, een speciaal optreden of voor tv of zo, dan is er vaak wel een visagist aanwezig. En ja, dan word ik opgemaakt en dat vind ik dan wel altijd leuk om te kijken hoe dat zij dat doen en dan probeer ik dat zelf na te doen. Want dat is wel de grootste tip die ik kan geven. Je moet het gewoon uitproberen, niet bang zijn. En ga gewoon, smeert het erop en haalt het er weer af als het niet goed is. Want zo leer je het echt wel. Want ik krijg nu dikwijls complimentjes dat ik het zo goed doe. Zelfs van officiële, professionele visagisten. Dus dat is wel leuk om te horen. En hopelijk gaat het ons vanavond ook lukken. Ik zie ook allemaal mensen kijken die ik goed ken. Dat maakt het nog spannender, want ik vind het wel echt een beetje spannend. Maar maakt niet uit, we gaan er gewoon in vliegen. Dus, hallo. Ik ga een beetje make-up aanbrengen. Ik heb eigenlijk al mijn basis make-up, mijn dagelijkse dag make-up zal ik maar zeggen, al opgedaan. Omdat ik dat altijd al op heb. Dus ik sta op 's ochtends, ik doe dit op en ik ga buiten. Ik ga de kinderen naar school brengen, boodschappen doen, whatever. Maar als ik dan moet gaan optreden, dan werk ik dit dus bij. Je kunt ook kiezen om alles eraf te halen en dan vanaf nul te beginnen. Maar ik vind het zelf makkelijker en dat is ook minder tijdverlies om gewoon hiermee verder te werken. Dus je ziet, ik heb al een beetje mascara en een beetje mijn gezicht laten ontglimmen. Want ik ben niet zo voor de glimmende looks. Maar voor de rest heb ik weinig make-up op. Waar begin ik dan mee? Eens eventjes kijken. Ik begin meestal met een primer. Kunnen jullie het goed zien? Is het goed licht trouwens? Want ik heb wat lopen puzzelen. Kijk, nu is het goed in beeld, denk ik. Lopen puzzelen, want ik zit nu eigenlijk gewoon in ons bureau. Ik dacht, hier is het beste licht. Dus ik heb alles wat verhuisd naar beneden. Doe ik gewoon eigenlijk een beetje op mijn vingertoppen. Er maar een heel klein beetje van nodig. En die smeer ik een beetje als een soort dagcrème over mijn gezicht. En dat zorgt ervoor dat de make-up die ik subiet ga opbrengen, langer en beter blijft zitten. Zo.
Datzelfde doe ik met een speciale oogmake-up primer. Dat is dan deze. Liet ik de voorkant zien? Ja, maakt niet uit. Want die vind ik echt, dat vind ik echt de uitvinding van de eeuw. Dat is echt super. Dat is voor op je ooglid. Want wat heb je als je gaat optreden of als je buiten komt en je hebt je oogmake-up gedaan. Heb je mooi je oogschaduw erop zitten. En dan na verloop van tijd gaat dat zo lekker hier allemaal in die groefjes zitten. En in plaats van dat je dat mooi egaal hebt zitten, hè, je hebt dat mooi aangebracht, dan zit er opeens zo'n dikke lijn hier of hier. En met die oogprimer heb je dat dus helemaal niet. Ik snap nu opeens waarom het zo moeilijk gaat bij mij, want ik zit dus de hele tijd naar mijn scherm te kijken in plaats van in de spiegel. Voilà, dat is beter. Dus die breng ik eigenlijk ook gewoon, moest ik dat misschien met een kwastje gedaan hebben. Ik doe het meestal gewoon met mijn vingers. Een beetje deppen, dat dat goed in de huid gaat. Een beetje uitsmeren, je hebt niet veel van nodig. Gewoon een basis. Je ziet er eigenlijk nog niks van, maar het zit er wel. En het is belangrijk dat het er zit. Dan doe ik alvast een concealer. Dat mag ook een foundation zijn. Dat maakt nu eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik doe er een beetje van op het kwastje. Want ik heb niet alleen last van donkere kringen onder mijn ogen. Maar ik heb ook last van een restant van een zwangerschapsmasker. En dat geeft hieronder zo wat zwarte pigmentvlekken. Nu dip ik dat eerst een beetje. Ook dit mag je voor mij... Ik doe dat soms ook gewoon met mijn vingers. Hè? Maar nu doe ik dat even met een kwastje. En dan probeer ik zo die donkere dingen weg te werken. En dat doe ik dan ook. Ondertussen komt er iemand binnen. Dag babyke. Haal even uit. Waar zit ik aan toe? Ik ben bezig, schat. Ik ben me aan het opmaken. Wat zit jij nu te doen? Maar sorry hoor, dit was niet de afspraak. Ik zit op onze Sasha en Davy. Ah, hallo! Instagram. Sasha en Davy Instagram, kijk toch mee. Ah, ja, maar kijk, maak maar even reclame. Wat zit ik aan toe? Ah wel, ik ben voor het mooie merk, even reclame maken, hè, voor 100% een live tutorial aan het geven hoe ik mij opmaak voor als ik nog eens een keer mag ooit gaan optreden. Ja, dat is misschien niet meer voor dit jaar. Dat is misschien niet meer voor dit jaar. Maar nu ben ik live. Nu ben ik live, dus ik ben nu aan het laten zien hoe dat ik... hier, dat is dus mijn ventje, Davy Gillis, wel te verstaan. That's me, jawel. En, hij kon het weer niet laten, om mij gerust te laten. Maar schat, nu merk ik pas mijn haar, jongen, dat gaat heel... Wat gaat dat zijn binnen een maand of twee? Ja, maar daar heb ik nu niks voor bij, schat. Ik kan je mascara aanbrengen of een concealer of... Is het ook voor mannen? Een lipglossje. Is het ook voor mannen? Ah wel, als jij dat op wilt, dan smeer ik dat op. Dit doet mij een beetje denken aan... zo dat we ooit voor Sam hebben gekocht op dit is kamer. Van Sam. Ah, dat is dan nog. Ja, hij zit nu... Schitterend. Voor de mensen die het niet zien, hij ziet nu dus de spiegel staan waar ik in zit te kijken. Maar dat is eigenlijk van zijn oudste dochter, Sam. Want ik heb het huis verbouwd. Ik had een spiegel allemaal nodig. Allemaal ook Sasha en Davy volgen op onze Instagram-pagina. Dikke kus van mij. Ja, maar dat mag toch, schat? Ja, maar deze mensen zijn wel aan het kijken hoe ik mijn make-up aanbreng. Niet voor u, ik helaas. Ik ben nu weg. Ik ga een goede bierke drinken, zeg. Beste, hè? Allee, salut. Dag, lieve mensen. Tot morgen, hè? Niet te lang wegblijven, hè? Ja, kom. Bye, bye. Voort. Doe de deur toe, alsjeblieft. We zitten toch weer even controleren wat ik aan het doen was, hè? Ongelooflijk. Bon. Dus, ik heb hier ook al inmiddels... Ja, want ik ben... de 40 gepasseerd, dus ik heb ook pigmentvlekjes. En ja, nu doe ik dat toch even met mijn vinger, maar dat kan dus ook met het kwastje. Ook die vlekjes werk ik een beetje weg. Met een concealer of dus met een foundation. Maar net wat je hebt liggen natuurlijk. Het werkt allebei goed. Concealer is meestal net iets dekkender, maar ik moet je eerlijk bekennen, ik hou van een naturelle look. Dus ik ben voor... die foundation dan vandaag. En over naturelle look gesproken. Ik ben zo'n fan geworden van die mineral make-up. Dat zorgt echt voor zoals deze. Dus dat is de, even uitspreken, Loose Mineral Foundation. Dus dat is
Dat brengen wij aan met die, oh, hoe noemt dat weer? Even een kabuki. Dit is een mini kabuki. Dit is keischattig, een heel kleintje. Die kan dus makkelijk mee in je make-up tasje voor onderweg. Maar die mineral foundation, die dekt wel, maar die geeft zo'n naturelle look. Dat vind ik echt geweldig. En je zult zien, ik ga daar nu alvast iets van opdoen. En strakjes, als ik mijn ogen gedaan heb, dan doe ik er nog een beetje over. Ook om misschien wat gesmoste oogmake-up weg te werken. En dan, oh, ik ga weer even in mijn spiegel kijken. Want dat gaat gemakkelijker. En dan breng ik zo een laagje op. Hiervan. En dan krijg ik al meteen een hele mooie dekking, vind ik. Maar een dekking die totaal niet lijkt op... Allee, die heeft zich opgemaakt. Gewoon heel natureel. En zo ga ik eigenlijk 's ochtends ook gewoon de deur uit. Als ik mijn kinderen naar school breng. Gewoon even die vlekjes en mijn donkere kringen en zwangerschapsmasker weggewerkt. Zo. En dan heb ik toch een mooie, egale look. Ik hoop dat jullie het een beetje zien. En daar ben ik al super blij mee. En ik doe daar gewoon nog een extra laagje over als ik ga optreden. Want ik ben eigenlijk... hou ik niet zo heel erg van echt foundation. Zo die vloeibare foundation. Want ik vind... maar dat is heel persoonlijk, denk ik. Dat het altijd zo... dat plakt wat. En dat zit echt zo'n laagje op je gezicht. En dan als je wat zweet, op het podium met zingen of op een feestje. En dan, ik ben ook iemand die heel snel met mijn handen in mijn gezicht gaat. En dan veer ik dat er zo af. Dat is iets wat ik dus heel erg moet afleren. Nu met dat coronavirus, niet met mijn handen in het gezicht. Maar ja, kortom, ik ben grote fan van gewoon een beetje poeder. Mineral Loose Foundation. Top, helemaal blij mee. Voilà, dat zit erop. Ondertussen is mooi die oogmake-up primer ingewerkt. Die is opgedroogd. En dan kunnen we daaraan beginnen. Nu, potteke 1. Even denken of ik niks vergeten ben. Nee, daar gaan we mee beginnen. Ik zal eerst even, voor ik hem openmaak, kleurtje vermelden. Dat is de Loose Mineral Shadow Biscuit. Ik krijg al meteen trek in een koekje. Daar doe ik een beetje van, dat is losse oogschaduw. Dat is een beetje wennen. Maar dat dekt, jongen, dat wil je niet weten. Daar heb je dus echt niet veel van nodig. Wacht, want het is een nieuw potteke, dus het komt er nog niet zo gemakkelijk uit. Voilà. En dan pakken wij een kwastje. En nu moet ik mij verontschuldigen. Ik heb echt supere kwastjes gekregen. Hier gekocht, moet ik zeggen, van 100%. Echt topkwastjes allemaal. Echt waar, goede kwaliteit, aanraders. Maar ik zocht nog een heel fijn kwastje. Ik heb een klein gezichtje. En ik heb dan toch even een kwastje van mijzelf erbij gepakt. Maar dat kan dus ook perfect met de kwastjes van... van 100%, maar ik heb dat kleine kwastje niet liggen. Dus ik gebruik even een andere, maar we doen net of dit een heel mooi, natuurlijk kleurig kwastje is. Goed? Oké. Ik ga mijn oogmake-up aanbrengen. Ik begin altijd zelf met de arcadeboog en de hoek hier. Ik maak het altijd hier wat donkerder. En dat, ik weet niet waarom, dat is mijn volgorde. Ik hoop dat jullie een beetje, ik heb een extra spiegeltje bij me, jullie een beetje kunnen volgen. Zie, dat dekt dus meteen. Hè? Dat is niet te doen. Voorheen moest ik altijd 10 keer make-up of oogschaduw bijpakken. Nu had ik al ondertussen 3 keer opnieuw in dat potteke zitten roeren. En nu zie je dat het er in 1 keer al dekkend op zit. Ik vind dat ongelooflijk. Dus ik doe een beetje in de ooghoek. Volg een beetje... De lijn van mijn oog naar boven. En dan maak ik die arcadeboog van boven. Boven mijn arcadeboog. En een beetje op de arcadeboog. Maar zeker niet meer naar beneden. Vul ik mee in. Zie je het? Welk nummer gebruik je? Oei, welk nummer gebruik ik van wat? Van de oogschaduw toch niet?
Of was het de foundation? Oh, ik zie al die dingen niet eens. Dit is echt niks voor mij. Deze... Wacht. Foundation. De foundation was nummer 1.0. Goed? Oké. Okay. Dus ik ga nu mijn andere oog al doen. Ja, echt lang ben ik er niet mee bezig hoor. Time is money. Oké. Okay. Dus, andere kant. Kunnen jullie de andere kant ook zien? Ik begin zo hier aan de zijkant van mijn oog. Naar boven. En dan pak ik de arcadeboog mee. Ik hoop niet dat jullie Davy heel hard op de achtergrond horen. Want die zit nog altijd live op Instagram van Sasha en Davy, denk ik, te babbelen met mensen. Die kan er niet loslaten, die social media. Nou, zo ongeveer. Even wennen dat ik niet gewoon in mijn badkamer sta. Voilà, dus dat zit er al op. Ik bewaar mijn kwastje, want die ga ik zo meteen nog een keertje moet ik alles nog even bijwerken. Nu pak ik een ander kleurtje, namelijk de highlight. Er is mij ooit verteld geweest, want ik deed vroeger altijd zo'n beetje wittig hier en dan alleen een highlight hierboven. Maar toen is er iemand mij, een visagiste, zei, als je er een beetje moe uitziet, dan is het juist mooi om ook die highlight gewoon hier te gebruiken. En dan trek je die door, dan krijg je een open blik van. Dus dat ga ik nu vandaag ook doen. Dat is wel zo gemakkelijk, want dan heb je maar één extra kleurtje nodig. Nou, zometeen gebruik ik nog wel een derde, maar... En dan zit je al aan 4 potjes. Kan natuurlijk allemaal, maar ik hou van lekker snel en makkelijk. Dus, ik begin even makkelijk aan dit oog. Ik heb een beetje te veel gepakt. Je moet dus echt oppassen dat je niet te veel pakt, want dat is helemaal niet nodig. Dat is zonde. Zonde. Opeens horen jullie allemaal dat ik uit Nederland kom. Dat hoorden jullie waarschijnlijk al lang al. Oké, dus, wat gaan we nu doen? Nu ga ik hier dus die binnenkant doen. En dat trek ik door naar boven tot aan mijn wenkbrauw. Welke kleur heb ik gebruikt? Dat is ook wel leuk om te weten. Want ik vond deze rose... Moet ik het nu in het Engels? Rose tendre. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Engels, Frans, ik weet het niet. En eerst dacht ik, oei, dat is een beetje rozig. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is wat parelmoerachtig. En ik vind het zo'n mooi kleurtje. Dat ik die... En zeker als je naar een feestje gaat... Of dus in mijn geval moet optreden. Dat dat een beetje glanst. Daar hou ik dan wel van. Daar mag het wel glanzen. Zien jullie het al? Dat is tof, hè? Gelukkig hebben we nog een aantal lieve mensen die even de puntjes op de i zetten in de reacties. Dankjewel, Cynthia. En dankjewel, Caroline. Oeh. Ook hier oppassen dat het niet te fel wordt. Heel voorzichtig. Kunnen jullie iets zien? Ja, ik kan het nog zien. Ja, ik vind dat echt een super mooi kleurtje. Heel, heel, heel mooi. Voilà. Dat zit erop. En dan ga ik eventjes terug... Naar dat vorige kleurtje, ik pak het kwastje, ik pak er geen kleur bij, maar alleen het kwastje, want die kleur zit er nog wel op. En dan ga ik het een heel klein beetje al voor mengen, heel voorzichtig. Want ik wil er zo meteen met een derde kleurtje over om het volledig te doen mengen. En soms dan zie je dat er wat verschil op zit, dat je op het ene oog wat feller bent geweest dan op het andere. Maar wel, dat kun je dan nu mooi bijwerken. En nu zie ik bijvoorbeeld dat ik hier niet helemaal mooi die hoek gemaakt heb. Kan ik nu ook gelijk bijwerken. En nu heb ik al een beetje wat gemengd. En dan ga ik er een derde kleurtje bij pakken. En daarvoor heb ik gekozen voor brons. En dat glanst ook een beetje. En dat is een beetje, ja, een bronskleur, zegt het al. En dan kan ik perfect. En dat is ook een superleuk kwastje. Dat is de Eye
Flatbrush, is dat de iFlatbrush? Denk ik. Dat probeer ik daarmee. Ga ik eigenlijk van het wit naar het bruin, om maar eventjes zo te noemen. Daartussen die kleur aanbrengen. En dan blend ik dat een beetje. Dus ik zorg, en dan kan ik eigenlijk ook die andere kwast wel voor gebruiken, denk ik. Dat het een beetje... in elkaar overgaat. Dat vind ik mooi. Dat je niet van die harde lijnen hebt boven je oog, maar dat het mooi overgaat van de ene kleur in de andere. Dat je een mooi kleurenpaletje krijgt. En ook hier heb je weer echt helemaal niet veel nodig. Zo leuk. Het is maar goed dat Davy nu andere dingen aan het doen is, want die zou denken, wat is die nou allemaal aan het zeggen? Davy Gillis en make-up. Hé, waar is nu mijn kwastje met mijn witte kleurtje naartoe gerold? Hier zo. Kijk, doe ik dat ook nog, want dan moet je een beetje... Kijk, en nu heb ik hier iets te veel gesmeerd. Gelukkig heb ik een wattenstaafje. Heel voorzichtig een beetje weghalen. Kwastje erover. Niemand die het ziet. Voilà. Wat denken jullie daarvan? Dat is al leuk, hè? Ik heb al een beetje gesmost hier net met mijn oogmake-up, althans oogschaduw. Dat ga ik strakjes wegwerken. Ik ga eerst, ik zie nu in de, ik zit maar in die kleine spiegeltjes te werken. Ik kijk in de grote spiegel en dan zie ik opeens dat ik daar ook nog wel eventjes wat mag bijwerken. Zo. Ja, ik vind het echt super mooi. De make-up weliswaar, ik bedoel, die productjes. Dan, welke van deze kleuren zitten in palet 1.0? Dat weet ik inderdaad niet, want er zijn prachtige paletjes. Ik heb ze wel voorbij zien komen. Ik heb die hier zelf niet, maar ik denk dat Cynthia dat wel zal weten. Of iemand anders die meekijkt, die er alle verstand van heeft. Dus antwoord vooral op de vragen. Dan kan ik een beetje doorwerken. Multitasking. Oké, ik ga nu een oogpotloodje aanbrengen. Ik begin altijd boven en ook daar vind ik het zelf altijd mooi als je dat een beetje uitveegt. Dus je kunt kiezen voor natuurlijk een eyeliner, maar ik vind mezelf er altijd redelijk hard bij. Dus ik trek een oogpotloodlijntje, gewoon perfect zwart oogpotloodlijntje. En dan ga ik dat daarna ook weer met een kwastje. En bij Sans Pourcent noemt dat kwastje de Smudge Brush. Kun je dat een beetje uitvegen. Dan moet je eigenlijk wel vrij snel doen nadat je je potloodlijntje hebt aangebracht. Niet te lang wachten, want dan smeert dat nog het beste uit. Anders heb je al een strakke lijn die is ingetrokken zo gezicht. Maar ik heb helaas die smudge brush hier ook niet. Dus ik ga dat ook even met een eigen kwastje doen. Maar het is eigenlijk hetzelfde kwastje. Het is een heel kort kwastje met korte haartjes. Vrij hard, maar daardoor kan je heel goed dat lijntje een beetje uitveden. Hoe zeg je dat in normaal Nederlands? Bom. Ik ga een lijntje trekken. Dat doe ik eigenlijk altijd boek bovenop op de spiegel. Dus ik ga dat nu ook doen. En ik hoop dat jullie mij dat niet kwalijk nemen. Hopelijk zien jullie dan nog een beetje. Ik trek mijn ooglid strak. En ik probeer eigenlijk vrij snel dat lijntje te zetten. Dan moet ik zelf altijd heel goed opletten dat ik ook tussen mijn wimpers dat lijntje doortrek. Want ik heb heel vaak, als ik dat niet doe, dan zie je daar precies nog zo witte huidstukjes door. En dat ziet er een beetje raar onafgewerkt uit. Dus ik moet dan een beetje zo zitten frunniken om tussen die wimpertjes te geraken. Voilà. Die zit er al op.
Ik doe dan meestal ook meteen de tweede. Ook hier een beetje tussen de wimpertjes werken. Maar dus niet te lang, want anders is het potloodje al helemaal opgedroogd. En dan pak ik dus nu die smudge brush erbij, die korte haartjes. En ik ga het eerst even proberen om het gewoon zo los in mijn cameraatje te doen. En dan ga ik zo heel zachtjes langs dat lijntje, waardoor die strakke lijn wat zachter wordt. Zie je het verschil? Doe ik het een beetje? Ja, het lukt. Ik gebruik nu de camera als spiegel. Zie je? Ik vind dat net even iets mooier en iets zachter van uitstraling. Maar dat is persoonlijk, hè. Nogmaals, je kunt ook gewoon je eyeliner gebruiken. Of gewoon een strak oogpotlood lijntje. Voilà. Ondertussen werk ik wat. Zie ik dat ik hier behoorlijk heb gesmost met die oogschaduw. Haal ik het voorzichtig even weg met een droog wattenstaafje. Maar we waren nog niet klaar met de oogjes, want waar is mijn potloodje gebleven? Nu ga ik aan de onderkant ook nog eventjes een lijntje trekken. Dat kan dus ook in je oog. Dan krijg je zo'n intensere look, maar je oog wordt daardoor ook wel kleiner. En ik heb altijd het probleem dat dat dan van mijn ooglid, dat dat zo hier naar de hoek gaat verdwijnen. En dan hoopt het hier zo op. En dan heb je hier zo'n zwarte smurrie in je ooghoek zitten. Dus ik hou het meestal veilig. En ik doe het gewoon onder mijn wimpers. Niet helemaal naar de hoek, ook niet. Ook om dezelfde reden. Kijk. Dan vind ik het altijd leuk om even terug te gaan naar welke kleur zal ik gebruiken. Die donkerste kleur. Moet ik even kijken. Hier is brons. Hier is terug de biscuit. Ja, zo noemde die. En dan ga ik zo een beetje dat lijntje van mijn oog potloodje volgen. En dan doe ik daar nog een beetje van die oogschaduw onder. En dan gaat zo het ene ooglid van boven naar beneden, verbindt zich dan mooi. En hoe groter het podium, hoe meer dat ik dat doe. Nu zal ik het wat subtieler houden, want ik kan toch niet gaan zingen vanavond. Helaas, pindakaas. Dus, dan, als laatste, zeker niet onbelangrijk, de mascara. Die heb ik dus al opgedaan vanmorgen, dus in dit geval moet ik er alleen maar een beetje over gaan. Om het wat aan te dikken, maar ook om wat van het oogschaduw dat er opgevallen is weg te werken. Want meestal zit er wat oogschaduw op de wimpers inmiddels. Zo, dat is al één. En dan de andere kant. Zie je, nu zie ik dat ik in de snelheid toch nog wat witte vlekjes heb. Dan ga ik ze nog even bijwerken bij mijn wimpers. De onderkant doe ik wel van mijn wimpers, maar niet helemaal. Waarom niet? Omdat ik persoonlijk vind dat als ik dat allemaal doe, ook hier, dat het dan net lijkt of ik huil ofzo. Dus ik doe meestal zo alleen maar dat hoekje een beetje. En ook niet te veel. Gewoon wat accentueren. En soms laat ik het ook gewoon helemaal los. En doe ik alleen maar de bovenkant. Wacht, de mannetjes, want ik was hierboven, zie ik precies nog zo wel wit tussen de wimpers. Dat moet ik eigenlijk al eerder gedaan hebben. Want nu gaan die wimpertjes aan elkaar plakken. Voilà, maar het is al opgelost. Zo! Nu zijn eigenlijk mijn ogen klaar. Mijn wenkbrauwen, daar doe ik eigenlijk niks aan.
Hooguit zo even met een borsteltje. Zelfs soms met een beetje haarlak erop. Op dat borsteltje spuiten en dan over je wenkbrauwen, dat die mooi in model blijven. Maar inkleuren doe ik zelf niet, omdat ik vind dat ik al behoorlijk aanwezige wenkbrauwen heb. Ook donker van kleur. Ik vind meestal dat als meestal als een visagist mijn gezicht doet en mijn wenkbrauwen inkleurt, vind ik het meestal te veel. Dus zelf doe ik dat echt gewoon zo goed als nooit. Dus die slaan we even over. Dan pakken wij terug onze fijne Mineral Loose Foundation. Terug in het dekseltje. Terug met die leuke kabuki. Daar ben ik verliefd op dat kleintje. Ik vind die echt zalig. Je hebt die dus ook groter, laat dat duidelijk zijn. Maar deze is zo handig. Die is zo klein en je kunt er ook alles mee doen. En dan ga ik terug eventjes, vooral onder mijn ogen. Want daar heb ik daar juist wat gesmost. Met de oogmake-up. Alle... En dan ga ik gewoon, leg ik dan nog even een extra laagje over. Dan heb ik nog een extra dekkender laagje. Maar ik vind dus nog altijd dat het er super natureel uitziet. En dat vind ik zo fijn. I love it. I love it. We zijn bijna aan het eind, dames en heren. Namelijk de blush. Welke kleur heb ik daarvan? Rosé. Ook maar heel weinig van nodig, heb ik ontdekt. Ik ga het zelfs even op mijn hand proberen voordat ik begin. Want ik heb dus al wat strepen veroorzaakt op mijn gezicht. Omdat ik gewoon te veel pakte. Je moet hier gewoon zo weinig maar van gebruiken. Dat is zalig. Ik ga dat wel leren hoor, hoe vaak je dat gebruikt. Kijk, nu gaat het al hartstikke goed. Wat zie ik er gezond uit. Dat doe ik eigenlijk ook heel vaak 's ochtends hoor. Als ik de kinderen naar school moet brengen. Even zo snel. Wat ik nu op mijn gezicht heb zitten, dat doe ik eigenlijk 's ochtends ook. Want mijn oogmake-up dat niet. Maar de rest allemaal is eigenlijk bijna identiek. Soms dik ik het iets meer aan. Ik zeg het naarmate hoe groot dat het podium is. En dan als laatste. Nu ga ik eraan hangen, hè mannen. De lipgloss. En ik heb gezien dat Cynthia Reekmans een hele leuke lip challenge bedacht had. Al wel. Ik ga hem ook eens proberen. Ik moet ik proberen dat er heel veel lipgloss op geraakt. Ik doe meestal ook hier een naturel kleurtje. Ik heb wel redelijk gekleurde lippen. En ik vind altijd als ik daar een felle kleur op zet, dat vind ik dan niet mooi. En ik wil liever dat de aandacht naar mijn ogen gaat dan naar mijn lippen. Dus ik heb hier ook een natureel kleurtje. Dit is abricot. En we gaan de lip challenge doen. Cynthia, hier komt ie. Dus je mag, mocht hij ook boven, alleen beneden zeker. Ja. Hier. Wil je smeren? En dan is de challenge dat ik dat dus nu over mijn volledige lippen krijg. Dus het zit alleen maar hier, hè? Let op, hè? Ik denk dat het lukt. Kijk eens. Het zit overal. Ze zit. Jij kan ook. De lip challenge. Met een klein beetje lipgloss. Heel je lippen kleuren. Voilà ze. Ik ben klaar om op te treden. Nu nog een podium en dan vooral wat publiek. Helaas. Dat zal er voorlopig niet in zitten, vrees ik. Dus dan zingen we maar wat liedjes thuis. Hè? Voor de camera, op onze Instagram live of op Facebook live. Volg ons dus ook vooral daar, maar ook vooral hier. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden en dat ik een beetje het goed gedaan heb. En zo niet, hoop ik dat ik wat verbeterd ben hier en daar. Ik vond het in ieder geval super leuk dat jullie allemaal keken. Ik ga nu maar liedjes zingen voor mijn man, denk ik, want het is er niet veel te doen. Ik wens jullie allemaal ontzettend veel liefde van hieruit. En een fantastisch goede gezondheid toe. En zing je even een stukje wat hier gevraagd. Oh, help. Waarom lees ik nu just dat? Wat moet ik in godsnaam zingen? Een mooi liedje over... Ik
Ik zou het nu even niet weten. Laat me weten welk liedje je wil horen en dan zal ik een stukje zingen. Alleen, dan blijf ik nog even hangen. Als er nog andere vragen zijn, heel graag, laat het maar weten. Ik zal proberen om ze nog even te beantwoorden. Maar ik hoop natuurlijk inderdaad dat jullie gewoon allemaal bij goede gezondheid blijven. En dat we dit ook gewoon op normale, leuke dagen kunnen doen. En dat we dan 's avonds daar gebruik van kunnen maken. En iedereen kunnen laten zien hoe mooi dat we onze make-up gedaan hebben. Want ja, mijn vent die is daar niet in geïnteresseerd. En mijn kindjes slapen al. Noah zou dat nog wel heel leuk gevonden hebben. Mijn kleine dochtertje van 5, bijna 6. Oh, Sneeuwwitje. Allee. Sneeuwwitje, dat is veel te lang geleden, jongens. Wat vragen jullie mij nu allemaal? Bella Ciao, ook goed. Dat is de nieuwe single van de Romeo's. Kennen jullie die al? God, wat stom, hè? Ik ben zo met make-up bezig. Ik helemaal niet nadenk over een liedje te zingen. Wat zal ik zingen? Ja, ik weet het. Dat zong ik vroeger altijd. Dat gaat ook weer. Als liefde zoveel jaar kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille uren, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, de zoete razernij vergaan. De wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw, hou ik nog steeds van jou. Voilà, als dat geen mooi liedje is voor het slapen gaan. Allee, nogmaals een hele dikke merci voor het kijken. Ik hoop jullie spoedig allemaal terug te zien op een van onze optredens natuurlijk. Hopelijk is het allemaal snel voorbij. En maar tot die tijd, leef je uit. Ga die make-up bestellen bij de apotheker of koop het daar gewoon, want het is gewoon bij de apotheker te verkrijgen. En leef je uit met de make-up, zodat we straks allemaal prachtig mooi gemake-upt ons huis kunnen verlaten. En kunnen vieren dat we weer vrij zijn en het coronavirus hebben bestreden. Hoe mooi zou dat zijn? En dan zingen we allemaal liedjes samen. I love you all. Dikke kus en tot binnenkort. Bye bye!